Hoe werkt een windmolen precies? Dat gaan we uitvinden in deze video. Maar dat gaan we zo meteen zien. Want ik ga je eerst even uitleggen wat we precies gaan doen. We staan op dit moment in de buurt van Dronten op windmolenpark Olsterwind. En hier staan bijna de grootste windmolens van Europa. Samen met Topwind, de bouwers en beheerders van dit soort windparken, gaan we kijken hoe dat apparaat nou precies werkt. Wat levert die op? Hoeveel heb je er nodig om heel Nederland van stroom te kunnen voorzien? Op dat soort vragen en nog veel meer krijg je antwoord. Daar gaan we. Ah, de bekende witte windmolens waar sommige gebieden in Nederland vol mee staan. Al sinds de oudheid wordt er gebruik gemaakt van de wind als bron van energie. Zo'n 2000 jaar later is deze bron serieus geworden in Nederland. Op dit moment staan er meer dan 3000 turbines op ons land en op zee. Hoog tijd dat we er eens eentje gaan beklimmen om erachter te komen hoe zo'n ding nou eigenlijk werkt. Vandaag loop ik mee met Nick en Mickey. Twee experts die een windmolen van boven naar beneden kennen. De molen waar wij in gaan is een van de grootste van Europa, met een turbinehoogte van zo'n 160 meter. Inclusief de rotorbladen is dat 240 meter. En geloof me, dat is hoog. Gelukkig hoeven wij dat niet helemaal te klimmen, maar hebben de bouwers een liftje gemaakt. Waar je bijna 10 minuten lang erg krap in moet staan om boven te komen. Voordat we boven gaan kijken, geeft Daniel Dubbelhuis eerst even wat tekst en uitleg. Want wanneer zijn we in Nederland eigenlijk begonnen met energie halen uit de wind? Dat begon eigenlijk in de jaren 70-80. Nog heel experimenteel en allemaal heel nieuw. Ja, ook heel kleinschalig natuurlijk. En eigenlijk is windenergie in de loop van de jaren enorm belangrijk geworden. En er wordt ook zelfs gesteld dat we in 2030 75% van onze stroom van wind op zee zullen halen. Dat is natuurlijk enorm. En die groei is dus groot geweest. En dat zie je ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de grootte van de windturbines. In 2015 zaten wij ook een beetje op een tiphoogte van 150 meter. Dus mast en de rotor bij elkaar opgeteld. Ja, waar we nu staan is al 250 meter. Dus De windturbine zelf is ook een stuk groter geworden. Een windmolen is eigenlijk een groot apparaat. Nou, dat zie je en staat naast ons en voor ons. Die windkracht omzet via een generator in elektrische energie. Energie zodat jij thuis stroom uit het stopcontact kunt halen. Wat levert een windmolen op? Dat is heel erg afhankelijk van hoe groot de windmolen is. Neem je deze, een hele grote windmolen van 160 meter ashoogte en ook zulke grote rotoren. Dan zit je op ruim 20 miljoen kilowattuur per jaar. Dat is natuurlijk enorm. En neem je een kleinere windmolen, ook waarvan er ook heel veel in Nederland zijn geplaatst. Ja, dan zit je zeg maar tussen de 5 en de 10 miljoen kilowattuur. Als je dat dan uitrekent, ruim 20 miljoen kilowattuur per jaar, kunnen hier toch ook ruim 6000 huishoudens van één zo'n windmolen jaarlijks hun stroom uithalen. Op dit moment zijn er zo'n 8,3 miljoen huishoudens in Nederland. Dat betekent dat je met deze cijfers zo'n 1400 van deze grote windmolens nodig hebt om alle huizen van stroom te voorzien. Ik sta samen met Nick in een zogeheten gondel van het merk Nordex. Die grote kast bovenop de paal waar de rotorbladen aan vastzitten. Vanaf de grond lijkt dat ding heel klein, maar hij is een stuk groter dan een gemiddelde woonkamer. We zijn op dit moment in de gondel van de Nordex turbine. Dat is een 7 megawatt turbine. En we staan hier eigenlijk bij de aandrijflijn. Dus we hebben aan die kant zitten de hub, de rotor op de naaf. Dus daar komen de bladen en daar komt eigenlijk de mechanische energie of de aerodynamische energie. Ja. Komt hier binnen. Dus als we dan de weg van energie volgen, dan komt dus hier via de hoofdast. Dus dit is eigenlijk de aandrijflijn, de hoofdast. Komt hier met een laag toerental komt de energie binnen. En hier zitten dan twee grote hoofdlagers, dus lagers met een diameter waarbij ik van bijna 2 meter. Aan deze kant begint dan de tandwielkast. Dan zit hier nog eerst een dempingselement. Deze zorgt ervoor dat mochten de schokken in de wind komen, dat die hier zoveel mogelijk worden weggedempt.
Vervolgens komt die langzaam draaiende as, gaat hier doorheen en komt hier in de tanddoelkast. En die tanddoelkast die zorgt eigenlijk voor een versnelling van de mechanische energie, of van het toerental. Er zit een versnelling op, het is een drietraps tanddoelkast, dus twee planetaire trappen, dus dat betekent dat die in lijn zijn. En op laatst één parallelle trap. En hij versnelt het toerental 122 keer. Dus stel dat hij daar met ongeveer 10 rotaties per minuut binnenkomt, gaat hij er met 1200 hier uit bij de generator. Oké, dat moet ik je misschien even uitleggen. Vanuit de hub, dat element waar de rotorbladen aan vastzitten, worden in het geval van deze windmolen tandwielen aangedreven. Zogeheten planetaire en parallelle tandwielen. Eenvoudig uitgelegd zit bij planetaire tandwielen in het midden één tandwiel, de zon, en daaromheen vaak drie tandwielen, de planeten. Deze draaien om elkaar heen, waardoor er versnelling optreedt. De ene as draait dus sneller rond dan de andere as. In deze tandwielkast zitten twee planetaire tandwielen achter elkaar met nog een parallel tandwiel. Draai je de rotorbladen 10 keer rond, dan draait het laatste tandwiel in de serie tegelijkertijd 1200 keer rond. Een enorme versnelling die nodig is om de 7 megawatt op te kunnen wekken. Na de snelle as komen we dan bij de generator. En dat is dan eigenlijk de machine die van de mechanische energie de elektrische energie maakt. Dus deze generator maakt er 950 volt van. En na de generator gaat het naar de omvormer en vervolgens naar de transformator die daar staat. Dus hier is het 950 volt. Bij de omvormer is het dat ook nog. Ja. En van de omvormer naar de transformator, daar wordt de hoogspanning gemaakt. Het is eigenlijk gewoon een dynamootje zoals je op de fiets hebt. Ja. Het is hetzelfde principe, alleen dan in het groot uitgewerkt. Maar de basis is gewoon hetzelfde, alleen er zitten iets meer toeters en bellen aan. Hoe hoger de molen, hoe meer wind hij vangt. En hoe meer een turbine in theorie dus kan opwekken. Het enige limiet qua hoogte van een molen op land is eigenlijk het vervoer over de weg. De bochten die een vrachtwagen moet maken bijvoorbeeld. Dus vandaar dat ze op zee veel hoger gebouwd kunnen worden. Over die hoogte gesproken, laten we naar buiten gaan. Waar het in tegenstelling tot hier binnen heerlijk rustig is. We staan denk ik op het mooiste plekje wat je kan staan, een windpark. We staan boven op het dak. Deze staat nu stil. Ja. En ik denk de meest gehoorde vraag is, waarom staan die dingen stil terwijl het wel gewoon waait? Ja. En nu staat die stil, dat is logisch, want wij staan erop. Wij staan erop. Maar ik zie ook heel vaak gewoon niks. Ja, het kunnen verschillende redenen zijn. Eén is slagschaduw. Veel voorkomen voor. Dus ik denk, als we hier nu naar beneden kijken, dan zien we hem ook. Dan zien we de schaduw van de molen. Oh ja, daar nog net een klein strookje. Ja, nou, als die draait, dan wordt dat een flikkering. En als dat dan op een huis terechtkomt, dan moet je per wet gewoon gestopt worden. Dat is heel irritant. En dan stoppen we de molen. Dat is één van de redenen. Andere kan gewoon een storingje zijn. Verderop staat er eentje stil. Is gewoon een storing aan de hand. Ja. Daarnaast hebben we onderhoud. Hier verderop staat er een stil, dan zijn de jongens van ons team bezig om onderhoud te plegen. Ook gewoon een goede reden. En een andere reden is ook nog, die op dit moment in Nederland heel actief is, is de stroomprijzen. Oh. Als we in Nederland te veel stroom hebben, met te veel wind, te veel zon, en op dat moment te veel grijze energie nog, dan schakelt de groene energie af, omdat dat beter regelbaar is als de grijze energie is. En dan staan we stil. Dat is eigenlijk, je zou zeggen, die grijze energie naar beneden. Ja, alleen dat is lastig, want dit kunnen we, je zag het net al, we geven een knip in de vingers en we kunnen het regelen. Ja. En dat gaat met grijze energie met een turbine die draait, dus een gasturbine bijvoorbeeld, ja. die kan niet zo snel regelen. En die dingen die kunnen draaien, die, hoe noemen we die? Die rotorbladen? Ja. Of wieken? Of hoe, Ja, rotorbladen. Ja, die zijn nu gedraaid. Ja. Kunnen we even, ja, het is vol tegen de zon. Ja, die kant kun je mooi. Beter zien. Ja. Die staan nu uitgepitst. Hoe? Uitgepitst, zoals wij dat noemen. Uitgepitst. Dus nu staat er in principe geen kracht op de bladen. Oké. Dus nu doet hij eigenlijk niks. Als wij hem juist nu op de rem, omdat wij erop staan. Ja. En dan dichtbij staan, dat we niet het willen dat hij begint te draaien. Maar als we hem nu van de rem afhalen, dan gaat hij in principe een heel klein beetje draaien. Door de windkracht die erop komt. Ja. Nou, op het moment dat we zeggen van hij moet gaan produceren. En dan zetten de bladen volledig tegen de wind. Dwars op de wind eigenlijk. En dan vangt hij volledige wind en dan gaat de rotor draaien. En de vorm van het blad die bepaalt dan hoe efficiënt en hoe goed. En die haartjes aan het einde? Wat zijn die voor? Want die zie je die puntjes, zeg maar. Ja, wij noemen de uilenveren. Uilenveren? Ja. Oké. Okay, en dat komt eigenlijk gewoon bij de vogels vandaan. Hè. Die hebben dus eigenlijk veren die dus eigenlijk de turbulentie achter het blad verminderen. Ja. Waardoor het geluid gereduceerd wordt. Wat is voor tegen het geluid? Puur tegen geluid, ja.
Want maken ze veel herrie, die dingen? Ja, ja, ze maken geluid. Ja, kan niet ontkennen. Ze maken geluid, oké, okay, vooruit. Geen herrie, geluid. Nee. De molen is ondertussen aan het draaien. Ja, ja, de molen blijft, we hebben dat niet uitgezet, omdat we in principe gewoon op een veilige plek staan. Ja. Straks als we naar beneden gaan, zullen we hem netjes uitzetten. Maar dit heeft te maken met dat de molen ten alle tijde probeert op de wind te blijven staan. En hoe doet hij dat dan? Hoe weet hij waar de wind vandaan komt? Nou ja, als je je eigen omdraait, dan zie je in principe een windmetertje. Gewoon een, zoals men het ouderwets ziet. Ja, zo'n heel klein. In hangt een moderne, een ultrasoon. En dan aan de linker en aan de rechterkant heb je een windmeter, een snelheid, gewoon met van die schepjes. En aan de andere kant met een vaantje die de windpositie bepaalt. En nu zie je dat hij mooi naar achteren staat. Dus de turbine heeft bepaald dat daar nu de wind vandaan komt. En dan zet hij de rotor in de wind. Dus en dan draait de turbine helemaal. Die staat dan altijd tegen de wind in. Ja. Ja, als je om ons heen kijkt eigenlijk, of de molens die voor ons staan, zie je eigenlijk dat ze allemaal dezelfde kant op staan. Of nagenoeg dezelfde kant op staan. En dat ze allemaal in de wind staan. Kijk, hoe harder de wind is, hoe stabieler die is, hoe makkelijker het is. Nu hebben we een beetje vlaagjes, dus dan gaat hij iets meer corrigeren. Dan zie je dat er een beetje een groter hoekverschil tussen zit. Ja. Maar ze proberen hem altijd en alle tijden in de wind te houden. Ook als wij dus nu voor een inspectie zijn, dan zetten wij het ook alleen maar uit op het moment dat het noodzakelijk is. Dus de bladen draaien en de volledige turbine draait. Maximaal 3 keer om zijn eigen as. Anders breekt de stroomkabel die naar beneden loopt. Dat draaien van de gondel gaat via een kruilager, ook wel zwenklager genoemd. En die vind je onder de gondel op het kruidek. Hier zien we de vertanding van het kruilager. Dus dit is de buitenkant. En dit kruilager, dus dat is het lager wat eigenlijk de hele machinekop, de nacelle, op de gondel, dus roteert. En dat gebeurt door middel van 8 van die motoren die je daar ziet. Van die... Ja, daarmee kan hij de hele kop heen en weer bewegen. Nu moeten we nog 1 onderdeel bekijken. De hub. Dat is het draaiende deel waar de rotorbladen aan vastzitten en waar je de motoren vindt om deze bladen te draaien. Via een klein gat in de gondel kruip je naar binnen. En als je zou zeggen dat we in een soort ruimteschip zitten, zou ik je ook wel geloven. De bladen, de windmetertjes, de gondel, de hub, de aandrijflijn, het kruidek. We hebben zo'n beetje alles gezien wat er te zien valt in deze windmolen. Tijd om weer naar beneden te gaan. Nick gaat alvast met de lift. En wij? Inderdaad, wij gaan klimmen. Gelukkig niet helemaal, want de toren bestaat uit verschillende platformen. Een platform waar de kabel vanuit de gondel naar de rand van de toren wordt gebracht bijvoorbeeld. En een platform waar een contragewicht geplaatst is om de toren zo stabiel mogelijk te houden. En uiteindelijk, na minutenlang klimmen en weer gezellig in het kleine liftje, zijn we beneden. Ik heb geleerd, ik hoop jij ook, hoe zo'n apparaat nu werkt. Enorm bedankt aan Topwind voor het meemogen in deze windturbines. Check voor meer informatie weetjedatookweer.nl. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je heel graag in de volgende.